Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag een gast. En dat is Jan Wolberg, hij is de fractievoorzitter van de PvdA in Neder-Betuwe. Jan, van harte welkom. Ja, dank je. De PvdA in Neder-Betuwe. Jullie hebben klappen gehad bij de vorige verkiezingen, zoals elke PvdA-afdeling. Nee, dan moet je toch uit de droom helpen. Je hebt vandaag de Gelderlander niet gelezen. Daar stond heel duidelijk in dat we gewoon vorige keer meer stemmen hadden als 8 jaar daarvoor of 4 jaar daarvoor. Dus we hebben geen klappen gehad. We waren zelfs een van de partijen in Nederland die gewoon het hoogste gescoord heeft. En je zijn wel 1 zetel achteruit gegaan. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we klappen hebben gehad. In absolute aantallen heb je gelijk. In absolute aantallen is de SGP groter geworden, maar wij hebben geen klappen gehad. Er zijn andere teksten erin. Goed, ik merk al dat je er scherp in zit. En dat moet ook als je een campagne voert in Neder-Betuwe en als het gaat om die PvdA. Dat denk ik wel. Het gaat wel ergens over. Nou, dat ergens over gaan, vertel eens. Wat doen jullie? Wat willen jullie bereiken? Nou, kijk, wij hebben natuurlijk een tijd lang met de SGP in een coalitie gezeten. Dat hebben we naar tevredenheid is dat verlopen. In een tijd waarin de broekriem moest worden aangehaald. We hebben ook, en het wordt ook bij ons nog wel eens verweten, dat wij potverteerders zijn. Dat zijn we dus niet. We hebben toen ook laten zien dat we gewoon, en dat werd net nog even door een... Waarom werd dat gezegd trouwens? En wie? Dat jullie potverteerders zijn. Dat werd ons wel eens verweten, gewoon de Partij van de Arbeid. Nou ja, dat wij dus altijd het geld maar net zo makkelijk uitgeven aan leuke dingen en noem het maar op. En niet op de winkel letten. Nou, wij hebben laten zien dat we dat wel doen. En de resultaten zijn daarnaar. Er wordt hier zelfs in Tiel nog wel een beetje jaloers naar gekeken van hoe de gemeente Neder-Betuwe de financiën op orde heeft. Alleen ik vind dat nu de financiën op orde zijn, dat je moet zeggen van nou oké, dan beloont die burger ook die gewoon die broekriem heeft aangehaald. En zorgt er gewoon voor dat je nu gaat omkijken naar elkaar. En dat je zorgt dat de leefbaarheid in de dorpen, dat op orde komt. Want dat is erbij ingeschoten. En dat is ook een van de redenen geweest dat wij dus uit die coalitie zijn gestapt. Er werden bezuinigingen aangekondigd die wat ons betreft niet meer te verteren waren. Kijk, en wij voelden ons op dat moment een soort excuussocialisten. In een te grote club. En wij hadden het idee van ja, dit gaat de verkeerde kant op, gaan we niet meedoen. Nou zijn die verschillen tussen de PvdA standaard en SGP erg groot. Toch hebben jullie samen in die coalitie gezeten. hoe is dat eigenlijk überhaupt tot stand gekomen? Dat is een heel zakelijk huwelijk is dat geweest. Kijk, op een bepaald moment waren we gewoon in feite als grootste partijen in de democratie tot elkaar veroordeeld. In het verleden, oude gemeente Kesteren, nou ja, daar was het gewoon uitgesloten dat een Partij van de Arbeid ooit zou gaan regeren met een SGP. Daar werden alle mogelijke en onmogelijke constructies werden bedacht om dat maar niet te laten gebeuren. Bij de herindelingen was het verhaal toch wat anders. De Dodewaard en de gemeente Echtelt hadden goede ervaringen met het samenregeren met een SGP. En toen wij bij die herindelingsverkiezingen de grootste partij werden, vonden we het logisch om ook met de SGP te gaan praten. En wij kwamen op zakelijke gronden, kwamen we met elkaar uit. En dat heeft hele lange tijd heeft dat goed gegaan. Ja, Vincent van der Bos, was de wethouder, werd uiteindelijk kind van de rekening door gedoe onderling? Gedoe onderling. Kijk, voor Vincent was het op een gegeven moment bijna onmogelijk om zijn sociale sector. Hij had natuurlijk onder andere de bibliotheek, hij had ook een aantal andere zaken, waaronder de verenigingen. Hij moest bezuiniging op bezuiniging moest hij slikken. En daar konden wij als Partij van de Arbeid niet meer leven en hij ook niet. Dus hij heeft die stekker eruit getrokken en wij dus ook. En het is gewoon gebleken dat Vincent was gewoon een van de betere wethouders. En hij zit niet voor niks nu als burgemeester in West-Maas en Waal. En die hebben daar goed mee gedaan, goed geshopt. En wij vonden het ontzettend jammer dat het op die manier moest gaan, dat hij eruit gegaan is. Maar voor ons was op dat moment was er geen keuze. Wij konden niet meer aan onze achterban uitleggen waarom wij nog langer door zouden gaan. Ja, zaken die op zich, waarvan je zou zeggen van nou daar moet meer geld naartoe. Kijk bijvoorbeeld naar laaggeletterdheid. En er wordt bezuinigd op de bibliotheek. Nou, dat onder andere. Er wordt gezegd van nou oké, we gaan 50.000 euro gaan we bezuinigen. Maar dat komt er overheen. We komen ze terug met een voorstel, 25.000 euro uittrekken voor de bibliotheek en voor het sporten. En dit is gewoon verkapte de sigaar uit eigen doos. Kijk, op dit moment is het zo dat laaggeletterdheid, dat is hier enorm aan de hand, ook in Neder-Betuwe. En als je dus met name op bijvoorbeeld onderwijs aan peuters, hè, dus wat betreft het leren lezen, als je daar dat gaat aanpakken en die wordt er gewoon uitgehaald, dan denk ik van ja, dat is het paard achter de wagen spannen. En dan kun je zien wat er dus gebeurd is met de gemeente Buren.
Hè, van wat daar dan van terechtgekomen is, gekozen voor een commerciële bibliotheek. En het is gewoon bullshit. Dit werkt gewoon niet. En, dus, en wij staan ervoor, omdat gewoon voor onze inwoners, vooral in een tijd dat het gewoon kan, om een bibliotheek, een volwaardige bibliotheek, in stand te houden. Goed, in Neder-Betuwe, zeg, zoals jij het ook aangeeft, er valt wat te kiezen. Een van die zaken is 5000 redenen om niet te gaan stemmen. Waar is dat op gebaseerd, die slogan? Nou, dat is niet zo heel raar. Want als je dus bekijkt dat de vorige verkiezingen, dat er 5000 kiesgerechtigden niet naar de stembus zijn gegaan. Mm-hmm. De SGP zegt bij monden van Nees van Meulen, Wolfswinkel, onze dat is de kiezer, fractievoorzitter. Fractievoorzitter. Mm-hmm. Hij zegt, onze kiezer komt gewoon op. En dat dus, is ook zo. En dat is volkomen gelijk en het is gewoon zo en dat is ook de prijzen. Maar aan de andere kant, die 5000 mensen die niet gegaan zijn bij de vorige verkiezingen, als je dan kijkt dat de SGP iets meer dan 4000 stemmen had, dan denk ik van, dan moet je niet zeuren na afloop van de verkiezingen, als de SGP de grootste wordt en jouw partij dat niet is geworden, want jij bent niet gegaan. Jij hebt gezegd van, nou oké, okay, het regent, weet je wel, nou, ik ga de volgende verkiezingen wel. Nou, dat zijn geen redenen. Of dat je zegt van, ja, de SGP wordt toch de grootste. Als 5000 mensen gaan, dan ziet de Neder-Betuwe er de komende periode totaal anders uit. En die oproep wil ik ook wel richten, gewoon richting kiezen aan de mensen die thuis zijn gebleven. Je moet na de verkiezingen moet je niet zeuren als je niet bent gegaan. En ik richt me echt tot die 5000 mensen in Neder-Betuwe die het beter kunnen maken. Die ervoor kunnen zorgen dat we weer naar elkaar gaan omkijken. En als jullie dat niet doen, dan blijft alles bij het oude. En dat is hetgeen iets wat wij als Partij van de Arbeid absoluut niet willen. Nou, je zit er in ieder geval gepassioneerd in. Dat ideale plaatje, hè, na die verkiezingen, hoe ziet dat eruit wat betreft de PvdA? Kijk, wij hebben natuurlijk, er is een tijd geweest dat wij qua aantallen, zetelaantallen, gelijk waren aan de SGP. En dat was natuurlijk ook een tijd waarin ook de andere partijen er wat anders in zaten. Waar ik op hoop dat er een coalitie gesmeed kan worden. Die recht doet aan de verkiezingsuitslag, maar ook recht doet aan de bevolking. En de bevolking heeft dat zelf in de hand. He, als dus iedereen van de vorige keer, als we die uitslag terughalen, dan gaat er niets veranderen. Maar als we voor elkaar kunnen krijgen, en ik roep ook de andere partijen op, om hun kiezers te activeren, om echt te gaan stemmen. En eventueel gewoon, laat iemand met je meerijden, doe het met volmacht stemmen, maakt niet op. Maar bij ons gaat het wel ergens over. Nou, laatst hebben we samenwerking met Omroep Gelderland de GLD Stembus, ja, ook in Opheusden gehad. Dat is erg leuk. Een memorabel avond was dat. Het leek wel of de geest een beetje uit de fles ging. Ik heb ook een aantal keren al raadsvergaderingen in Neder-Betuwe meegemaakt. Gaat het er allemaal ordelijk en netjes en aardig aan toe? Ja, het is natuurlijk niet. In die bus was het een ander verhaal. Er kwam van alles bovendrijven. We zaten toch wel erg dicht tot elkaar in. Een van de zaken, ja, wellicht was dat wel expres. Een van die zaken die naar boven kwam, was dat men best wel tevreden is over de huidige coalitie. Dan praat ik over de coalitiepartners CDA, VVD. Nou, die liggen op dit moment met elkaar. Eigenlijk zeiden ze van, nou, wij zijn voorstander van dat we gewoon doorzetten. Dat heeft vandaag minister Wolfswinkel ook weer in de Gelderlander bevestigd. Hij heeft wel gezegd, ja, we moeten eerst de verkiezingen afwachten. Maar ze laten aan alle kanten laten ze blijken dat ze gewoon prima vinden om ze op die manier met elkaar in bed te liggen. Nou, en ik hoop dat ze gewoon rond de verkiezingen, dat ze er toch nog eens een keer over na gaan denken. Dat het ook anders kan in Neder-Betuwe. En het is heel fijn als je als VVD met één zetel in de raad op het plus kunt gaan zitten. Maar je bent dan de excuusliberaal. En daar zou ik voor passen. Dat zijn sterke teksten, excuusliberaal. Ja, nee, maar anders kun je het toch niet noemen. Je hebt gewoon geen zak te vertellen. Je zit daar gewoon omdat je denkt. En dat is nu gewoon de afgelopen periode gebleken. Dus wat dat betreft zou er wat kunnen veranderen. Goed, nog even terug naar je eigen partij, de PvdA Neder-Betuwe. Als jouw club het voor het zeggen heeft, wat gaat er dan veranderen in Neder-Betuwe? Als wij het voor het zeggen hebben, dan worden in ieder geval de bezuinigingen die er nu zijn doorgevoerd op het sociale domein, worden teruggedraaid. De bibliotheek gaan we gewoon vol weer meedoen, net als al die andere gemeentes bij ons in Rivierenland. En we gaan voor een sterke en een sociale gemeente, waarbij we ook, waar het heel belangrijk wordt, dat de dorpen die nu op dit moment aan de achterkant van de MEM hangen,
En dan heb ik het met name over Dodewaard en Echteld. Waar achterkant van de Mem. Van de Mem, ja, dat is Betuws. Ik dacht, jij komt toch uit Echteld oorspronkelijk? Van oorsprong ben ik daar geboren, ja. Maar ja, nee, maar ik ben wel import. Maar dit soort teksten, die zitten bij mij goed erin. Die tekst, die kennen we niet natuurlijk. Ja, maar dat kun je misschien... Je mag hem volgende keer wel eens. Wat is dat? De achterkant van de Mem is van een koe. En degene die er achteraan hangt, hangt er een beetje bij. De uien. De uien, de slechtste. Ja, oké. Nou, dus dat... En dat is dan symbolisch voor Dodewaard en voor Echteld. De voorzieningen zijn daar keihard achteruit gehold. Er is in Echteld alleen nog maar een slager te bekennen. Als je in Dodewaard en ook in Echteld ziet dat de woningbouw, en met name voor jongeren, in Opheusden en het Kesteren en Ochten worden alleen nog maar villa-wijken uit de grond gestampt. Het is op dit moment, het is voor wat ons betreft, de beurt om te gaan bouwen voor jongeren. Kleine gezinnen, eengezinshuishoudens en voor ouderen. Dus zorgen dat de levensloop bestendig gaat worden gebouwd en niet al die wijken vol plempen met dure villa's. Zorgen dat je nu gewoon het sociale ervoor zorgt dat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen. We zien het in Dodewaard, te veel jongeren vertrekken nu naar Heteren en naar Elst. Die zeggen van wij willen graag blijven wonen. En wij merken dat heel duidelijk in onze campagne. Wij gaan dus met een camera gaan we dus de dorpen in en we spreken de mensen, we spreken sleutelfiguren. Die filmpjes die worden ook uitgezonden, er wordt heel veel op gereageerd en we merken uit de reacties dat we het, wat dat betreft, dat de mensen het met ons eens zijn. En we voelen ons echt gesteund door de mensen in de straat, nou, door die opvattingen. In ieder geval een gepassioneerde lijsttrekker van de PvdA, dat weten we. We gaan je heel veel succes wensen in deze spannende tijd, ook in die gemeente. Mag ik je danken voor het gesprek? Heel graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.